Bij het Mobile World Congress is connected car een groot issue. Gaan we er een hoop van zien. We beginnen bij Volvo, die natuurlijk al lang een connected auto heeft en alles opstuurt. Acceleratie, hoe hard je rijdt, waar je rijdt, etc. Gaat allemaal naar de Volvo Cloud. Maar ook niet triviale dingen. Bijvoorbeeld ijs. Als het ijzig is en hij gaat slippen, dan geeft de auto dit door aan de cloud. Je ziet het natuurlijk meteen hier in het dashboard. Daar zie je zo'n driehoekje daar onderaan aan de linkerkant. Maar dat gaat ook de cloud in. En die gaan er dan interessante diensten mee geven. En daar gaan we even naar kijken. Al die signalen van al die auto's wat er gebeurt, dus we beginnen bij Volvo, maar alle auto's, komt in de cloud binnen. En daarna wordt het naar alle auto's gestuurd die in de buurt zitten. En gaan op een gegeven moment, worden gewoon, zie je rode signalen daarboven in die paal. Zie je auto's die in het dashboard zitten werken. En ook mensen met een telefoon krijgen boodschappen. Het is hier glad. Dus dat zijn de gewoon niet triviale connected car diensten. Een ander voorbeeld is dat deze dappere fietser is lekker aan het fietsen. En op een gegeven moment krijgt hij een waarschuwing dat er bij deze weg een Volvo gaat rijden. De helm geeft reacties. Go, go, go. Nou, hij stopt en de auto rijdt gewoon door. Dus de auto weet dat de fietser gestopt heeft. Die is aware omdat hij zijn iPhone bij zich heeft en dat in een verkeersdienst heeft. En nu gaan we eens kijken wat er gebeurt als die door gaat rijden. We zien signalen hier. We zien signalen, de helm die trilt aan alle kanten. En hij gaat nu gewoon doorrijden. De auto weet het niet, maar hij gaat nu doorrijden. En de auto die stopt. Nou, weer een fietser gered dankzij gewoon de Connected Cloud en Ericsson en Volvo allemaal. En you live. Alle auto's in de toekomst worden connected. Vanaf 2018 is iedereen in Europa heeft een simkaartje en is connected met het internet. En dan gaan we er allemaal leuke dingen mee doen. Die auto's gaan ook zelf rijden. En dan moeten er dus ook mooie apps voor komen. Nou, hoe kan je nou op een gegeven moment met de auto integreren? Nou, op dit ogenblik heeft Apple iets om op het schermpje van de auto iets te presenteren. Mirroring. Android heeft hetzelfde. Maar hoe krijg je nou informatie uit de auto zelf? Hoe hard die rijdt? Op een gegeven moment hoeveel energie die gebruikt. Er zitten honderden dingen in die auto. En die moet je er voor elke auto moet je dat op dit ogenblik zelf regelen. Er zit een algemene bus in, maar daar kun je geen contact mee maken. Nou, wat is dit? Het Car Easy Apps Eco platform geeft jou toegang tot alle informatie in die auto. Hoe het sturing wil, hoe hard er geremd wordt, hoe hard er geaccelereerd wordt. Alles zit erin. En dat geven zij op een gestructureerde manier aan de app developers. En dat wil je natuurlijk maar één keer schrijven en dan voor iedereen doen. Nou, deze apps-ecosysteem die een standaard manier heeft in de auto informatie te gebruiken, dat wordt gestart door Peugeot en Citroën. Nou, niet echt partijen waarvan je denkt, die gaan de wereld veroveren. Ze zeggen dat het open is, ze praten met allerlei andere partijen, maar of dit gaat werken, het is in ieder geval iets dat moet gebeuren. We willen gewoon al die informatie uit de auto hebben. Connected cars en slimme media-apparatuur in de auto, Ford liep daarop voor. En het aardige nieuws is dat ze al een heleboel applicaties hebben gemaakt. Want Ford is echt gewoon van mening dat zij bepalen wat er in de auto gebeurt. Niet alle apps zijn toegestaan. Dus ze moeten voordat ze op dat dashboard mogen van de auto, moeten ze goedgekeurd worden. Nou, wat is het nieuws? Ze hebben Microsoft eruit gegooid. En ze zijn verder gegaan met BlackBerry. BlackBerry zit nu in de auto. Het operating systeem wat speciaal geschikt van BlackBerry in de auto. En ze hebben die hele overgang gemaakt. De gebruiker merkt er niks van, maar alle nieuwe auto's die komen nu daarmee. En we gaan even kijken hoe dat eruit ziet. Oké, BlackBerry heeft dus Q en X en dat zit dus nu gewoon in alle Fords en vanaf nu komt dat overal in. Wat zit er nou anders aan? Je hebt hier gewoon zeg maar de climate controle, de telefooncontrole, maar je hebt hier ook de App Store. En degene die in deze apps komen, die moet je op de telefoon erop installeren. Die moet je ook opstarten. En op het moment dat je dat doet, dan komen ze ook hier tevoorschijn, zoals we nu hebben hier, Spotify. Ik kan hier gewoon Spotify laten zien. Kom eens even kijken hier. En ik kan dan ook gewoon door alle sources heen gaan. Ik kan gewoon zeggen van, ik wil naar Spotify. Ik kan alle door het menu erheen gaan. Ik kan mijn albums gewoon bekijken. En ik kan het gewoon meteen afspelen. Die komt dus van de telefoon. Maar de bediening gaat helemaal op een auto manier door het Ford gebeuren. Dus Microsoft eruit, QNX van BlackBerry erin, maar nog steeds Ford bepaalt wat er gebeurt. Nou, het is nu nog een gesloten standaard, maar ze hebben het opengegeven aan een consortium van alle automobielfabrikanten waar ze zelf niet lid van zijn en ze zeggen je mag dit gebruiken. Dus of dit nou een standaard wordt, we zien nu heel veel verschillende initiatieven. Kijken wie gaat winnen.